Van Kranen werd in 1990 blind na een motorongeluk in Zuid-Afrika. Ze emigreerde naar Nederland en begon een carrière als discuswerpster. Nu Rusland wegens doping is gedisqualificeerd, krijgt ze de kans om Nederland in Rio te vertegenwoordigen. Ik werd opeens laat gistermiddag gebeld dat ik vandaag klaar moest staan op Schiphol om naar Lissabon te gaan voor trainingstage. Van Kranen wil laten zien dat haar blindheid zelfs bij een sport als discuswerpen geen obstakel hoeft te zijn. Ik moet mij oriënteren in het werpring op gevoel. Je kan altijd goed in vorm zijn. Ik ben goed in vorm. Ik voel me goed. Op en top. Sterk. Ik ben er klaar voor. Maar het moment moet het uitwijzen.